Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Het is overal bewolkt en opklaringen zijn niet in de buurt. Uit die bewolking gaat ook wat regen en motregen vallen. Dat gebied breidt zich vanochtend van het zuidwesten naar het noordoosten uit. Temperaturen in het regengebied zo'n 13 à 14 graden. Vanmiddag trekt de regen dan via het noordoosten weg, dan wordt het allemaal wat droger. Helemaal droog wordt het niet. Maar zachter wel. 14 graden in het noorden, 18 graden in het zuiden. Waait wel een stevige zuidelijke wind. Vanavond kan er vooral in het zuidoosten en oosten nog wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en de wind neemt iets af. Morgen hebben we totaal ander weer. We krijgen dan flinke zonnige perioden. Er valt nog slechts een enkel buitje. De meeste plaatsen is het droog. Temperaturen zijn ook prima. Zo'n 17 graden in het noorden en 18 naar 19 in het zuiden. Maar de wind waait wel stevig. Dat is het enige minpunt. Zondag en maandag hebben we ook met veel wind te maken. En met temperaturen die gaan dalen, en met flink wat regen. Er kunnen windstoten optreden van 100, misschien zelfs 120 km per uur. Dat zijn zeer zware windstoten en kan hier en daar schade opleveren. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.